Ik ben Asya Lakel, ik ben 19 jaar. Ik volg mijn eerste jaar voor mijn bachelor in de orthopedagogie op AP. In het middelbaar heb ik sociaal-technische wetenschappen gedaan. Dat was een richting die mij heel hard lag. Ik vond dat een hele leuke richting. Heel divers, ik kon er op verschillende kanten uit. Dus daarmee ben ik ook al heel sociaal geworden in die richting en wil ik ook in het hoger onderwijs een sociale richting doen. En eigenlijk de richting die ik nu doe, orthopedagogie, volgt daar heel mooi op. Voor mij ben ik altijd al heel geïnteresseerd geweest in drugs en verslavingen. Mensen daarmee op het juiste pad te helpen, zich ondersteunen, zich daarbij helpen. Dus voor mij wil ik wel die richting gaan, want binnen onze opleiding kan je op veel vlakken doorgroeien. Er zijn veel jobs die je hiermee kan worden. Maar voor mij wil ik toch mijn bachelor hopelijk halen en dan ook nog verder studeren voor mijn master. In onze praktijkvakken kom je heel nauw te staan met je lectoren en voel je ook zo'n veilig klimaat in de klasgroep en de leerkracht dat je wel met alles terecht kunt, met vragen en zo. Je kunt ook altijd de leerkracht mailen en als je vragen hebt. Binnen onze opleiding orthopedagogie werken wij ook met een buddy-systeem. En dat betekent dat een leerling van het tweede jaar, die ondersteunt u eigenlijk in het eerste traject. Dan kun je vragen stellen als je bijvoorbeeld echt iets niet weet, of echt vragen hebt over de opleiding, of over als je zelfs twijfelt, kun je er allemaal bij terecht. Ook als je een opdracht niet snapt of zo, kun je wel altijd bij je buddy en die gaat u ook zeker daarin helpen. De gouden tip is op tijd beginnen. Dat is echt, want ik ben ook een uitsteller. Ik ken het uitstelgedrag. Maar van uit te stellen krijg je gewoon echt superveel stress. En dan zie je het ook niet meer goed komen en je maakt je eigen ook gewoon gek. Het is maar elke keer een beetje doen is beter dan niks doen. Dus op tijd beginnen is echt waar het belangrijkste. Voor mij is school ook heel belangrijk. Ik wil graag presteren, ik wil goed presteren. Dus voor mij is binnen school dat heel belangrijk dat je zelf ook je eigen inbreng geeft in de richting, je eigen inbreng in de opdrachten geeft, dat je zelf veel uit leert en dat je ook dat allemaal gaat goed kunnen gebruiken in je werkveld later. En dat je echt laat tonen hoe uniek dat jij bent. Ook al zijn er heel veel studenten, iedereen is uniek, iedereen heeft wel iets dat hij mee kan brengen in deze wereld.